allemaal. Wederom twee nieuwe wijnen voor jullie. Om te beginnen bij het voorgerecht heb ik de Doornberg. En de Doornberg, dat is een wijnhuis in het noorden van Oostenrijk. Dat wijngebied heet Nieder-Oostenrijk. En die maken een hele frisse stijl Grüner Veltliner. 100% Grüner Veltliner druif. De nummer 1 meest aangeplante witte druif in Oostenrijk in ieder geval. En Nieder-Oostenrijk is een gebied waar wat hoger ligt. Klimaat heeft. En dat zorgt voor een hele frisse en minerale stijl wijn. Het heeft best wel een bite, het heeft wel wat kruidigheid, met name in de neus, ruikt die kruiden. En de smaak is meer richting het Granny Smith appel. Dat is mooi dat frisse groene appeltje wat wel een hele mooie zuur heeft in de finish. Dus lekker om mee te beginnen. De wijn bij het hoofdgerecht is een wijn van Laura Achwies. Laura Achwies is een wijngade in de Colchagua-vallei. De Colchagua-vallei dat ligt in Chili. En Laura Hartwies zelf is inmiddels al in de 90. Haar twee zoons hebben het inmiddels overgenomen, deze wijngaard. En die maken prachtige Carmenère. Carmenère is eigenlijk de koning der druiven, zoals ze dat noemen, in ieder geval in Chili. Dus dat is echt een trots uit Chili. Prachtige blauwe druif, maakt er hele mooie rode wijnen van. En die zijn meestal wat voller, wat intenser. Dat heeft ook te maken natuurlijk ook met het klimaat. Veel zonuren gehad, die druiven ontwikkelen zich ook echt. Het heeft met name echt een beetje dat donkere fruit. Moet je denken aan kersen, pruimenfruit, bessenfruit. Het heeft 12 maanden houtlaag in gehad, op Franse eiken. Dus dat geeft ook die tonen van vanille die hierin zitten. Maar toch is het een hele volle wijn, maar tevens ook een hele mooie zachte afdronk heeft. Dus lekker bij het hoofdgerecht. Niet alvast.